Minus 13 seconds. Minus 10. We're go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and liftoff. Liftoff of Challenger and the spacecraft D1 mission. And the shuttle has cleared the tower. Houston controlling now. Roll program initiated. This 102-degree roll puts the ship in the proper attitude for flight downrange on the 57-degree inclination wings level. We're throttling down now for limitation of dynamic pressures on the ship as we have been on time and perfectly nominal. Zo snel mogelijk na het in gebruik nemen van Spacelab werd begonnen met het controleren van de lichamelijke toestand van de astronauten. Een van de experimenten is een zogenaamde valproef. En Wubbo vertelde ons vooraf hoe dat hij in zijn werk gaat. Als iemand plotseling zou vallen, dan bereidt hij zich direct voor. Dat is een hele snelle reflex via je ruggenmerg. En die reflex die spant je kuiten aan. En wat wij dus doen, is wij hangen aan een soort hendel in die ruimte, wat jullie net gezien hebben. Dan drukken we op een knopje aan die hendel als we zelf helemaal klaar zijn. Onze benen gaan iets omhoog. We hangen dus eigenlijk in de ruimte aan een aantal elastieke banden die ons als ware vallend naar beneden gaat trekken. Als we dat knopje ingedrukt hebben, dan op een onverwacht moment vallen we. Het is belangrijk dat het onverwacht is. Dan krijg je die schrikreactie. Je krijgt die kuiten die aanspannen. Ik heb hier dus elektrodes op mijn kuiten gemaakt net. En die waren dan ook met draadjes verbonden. En er wordt dus op gemeten hoe die kuit zich voorbereidt op die val. Op de aarde is dat een hele primitieve reflex die we hebben. Net zo primitief als een mororeflex. Een kind laat vallen, die grijpt direct zijn moederbeen, zeg maar. In de ruimte willen we zien hoe die reflex eigenlijk verandert. En hier zijn we weer in Spacelab, waar intussen door zowel de Duitse ruimtevaarders als de Wubbo Ockels de valproeven werden uitgevoerd. Op deze manier komt men meer aan de weet over de werking van onze reflexen als de zwaartekracht ontbreekt. In Spacelab wordt de astronaut, en dat is hier goed te zien, door elastische banden naar de vloer getrokken.
Wolf Merbold, de collega van Bubbo, die als zijn plaatsvervanger fungeerde, was deze week vrijwel continu de contactman tussen de wetenschappers op de grond en de astronauten daarboven. Natuurlijk was er nu en dan tijd voor een grapje, bijvoorbeeld over een tamelijk opvallend kledingstuk van Bubbo. Bubbo, the cadre team is watching you and we think you are really cute in your shorts, over. Een van de proeven in verband met de werking van ons evenwichtsorgaan was die waarbij een astronaut in een draaiende halve bol moet kijken waarin kleurige stippen zijn aangebracht. Op aarde valt het al niet mee dan je evenwicht te bewaren. In de ruimte zal dat vermoedelijk nog moeilijker zijn. De verwachting is dat ruimtevaarders, omdat ze niet voelen wat verticaal is, geleidelijk meer op hun ogen gaan vertrouwen. In dit gesplitste beeld zien we links een astronaut die in de halve bol kijkt en rechts worden zijn oogbewegingen geregistreerd. Op de oogbol is een contactlens met streepjes aangebracht, zodat de oogbewegingen heel precies kunnen worden vastgelegd. Een van de 9 Nederlandse experimenten aan boord van Spacelab is het onderzoek van de eieren van de Zuid-Afrikaanse klauwpad. In Spacelab werden eieren van de pad bevrucht, omdat men benieuwd is naar de ontwikkeling van het embryo in gewichtloze toestand. Men vermoedt namelijk dat de zwaartekracht een belangrijke rol speelt bij het vastleggen van kop en staart in het embryo. Er werd ook onderzoek aan planten gedaan. Dit is een bakje met linzenplantjes dat door Wubbo voor de camera wordt gehouden, zodat de onderzoekers op aarde kunnen meekijken. De plantjes zijn bij gewichtloosheid ontkiemd en de wortels groeien alle kanten op omdat de zwaartekracht ontbreekt. Ook fruitvliegjes werden in Spacelab bestudeerd. Wat hebben we nu al van dit onderzoek geleerd? Daarover Dick Mesland, die mede verantwoordelijk is voor de biologische proeven. Het viel mij op dat ze niet vlogen. Ze voornamelijk liepen ze. Terwijl ik heb die vliegjes natuurlijk ook op de grond gezien. En dan zijn ze nogal druk in de weer met iedere keer van de ene kant naar de andere kant van de container te vliegen. Weliswaar heel kort, maar toch vliegen. En dat deden ze nu niet. Ik kan me dat wel voorstellen, want als hij vliegt, dan heeft hij het gevoel dat hij vliegt. En als hij niet vliegt, heeft hij in de ruimte ook het gevoel dat hij vliegt. Dus hij is echt in de war, neem ik aan. Opvallend waren de proeven met een ruimteslede Spacelab. Voor de vlucht vertelde Bubbo wat de betekenis van die proeven is. Wat voel je als je naar voren gaat, wat voel je als je naar achteren gaat? En we doen een heleboel verschillende experimenten daarmee. Onder andere kijken we naar de gevoeligheid van de astronaut. De gevoeligheid dat hij zegt, ja, ik weet dat ik nu vooruit ga. Ja, ik weet dat ik nu achteruit ga. En wat ik dus doe, is als ik de operator ben, als ik hem dus bestuur, de sled, dan zit mijn collega, die zit in die slee. Dan laat ik hem eerst vrij langzaam bewegen. En dan kijk ik, kan hij dat aangeven? Als hij dat nog niet aan kan geven, laat ik hem harder bewegen. Totdat ik precies weet welke drempel hij heeft. Dat is een heel belangrijk onderzoek. Het blijkt waarschijnlijk dat de drempel in de ruimte hoger wordt. Men wordt iets ongevoeliger. Vroeger dacht men precies het omgekeerde. En hier zijn we weer in de ruimte. De proefpersoon op de slee kan ook dwars heen en weer worden geschoven. Bij de metingen aan het evenwichtszintuig spelen de oogbewegingen een belangrijke rol. Die metingen worden gedaan via elektroden op het hoofd van de ruimtevaarder. Deze elektrodes die zien als ik mijn ogen op en neer beweeg en naar boven naar beneden. En elke keer als ik zelf een draaibeweging voel. Ik had bijvoorbeeld een experiment waarbij ik één oor warm werd gemaakt en een ander oor werd koud gemaakt. En dan voel ik dus zelf als het ware als ik dus ga draaien. Die draaibeweging die kan je zien door mijn ogen die telkens van die schokbewegingjes gaan maken. En dat wordt gemeten met deze elektrodes. Dan heb ik verder hieronder nog een elektrode zitten. Ergens hier. En die is om te kijken naar
hoeveel vloeistof in mijn huid zit. Want in de ruimte gaat de vloeistof die in je benen zit, die gaat langzaam omhoog naar je gezicht toe. Je zal ook zien, al die foto's, vooral van Russische astronauten die lang in de ruimte zijn geweest, die hebben hele dikke gezichten, zo van die opgeblazen gezichten. En dat komt omdat al die vloeistof die normaal in je benen zit, door de aarde naar beneden wordt getrokken, in de ruimte zich verplaatst en naar boven gaat. Dat zit met deze elektrode. Dan heb ik hier op mijn wang nog een elektrode zitten. Deze onderste, dat is een temperatuurmeter. Die meet dus de temperatuur van mijn huid. En hierboven wordt eigenlijk ook gemeten de kleur van mijn huid. Dus of ik, als je wat ziek wordt, dan zou je dus wat lichter van kleur worden. Verder heb ik hierachter nog een apparaat. En dat kun je hier zien. En dat apparaat, dat meet al mijn hoofdbewegingen. Die registreert ze. De gedachte is, dat heeft te maken met onze evenwichtsorganen. De gedachte is, als ik in de ruimte mijn hoofd beweeg, dan zeggen die evenwichtsorganen eigenlijk andere dingen als dat ze dat op de aarde zeggen. En het gevolg daarvan is dat we in het begin vaak wat ziek worden. En we willen nu precies weten, hoeveel van die hoofdbewegingen maak je eigenlijk? Vooral in de eerste twee dagen in de ruimte. En daarom hebben we dus dit apparaat, wat dan via een kabel doorgeeft hoe ons hoofd beweegt. Hier in Space Lab probeert Wubbo geblinddoekt allerlei dingen in het ruimtelab aan te wijzen die hij kort tevoren nog heeft gezien. Op aarde is dat niet zo moeilijk, maar in de ruimte, waar ook je armen gewichtloos zijn, is dat alles behalve eenvoudig. Tijdens de proef wordt Wubbo door een soort snelbinders op zijn plaats gehouden. Thank you.
aanwijsproeven werden ook gedaan met een vrij zwevende astronaut, in dit geval Reinhard Fuhrer. Ook hij werd, door Wubbo Ockels, geblindeerd en in alle mogelijke standen gebracht. Pas later, bij analyse van alle geregistreerde gegevens, zal blijken in welke mate een astronaut meer fouten maakt bij het aanwijzen dan hij op aarde zou doen. Nu al is duidelijk dat het aantal fouten veel groter is dan het geval is bij het uitvoeren van de proef op aarde. De prachtige beelden die de afgelopen dagen en ook vandaag nog zijn binnengekomen, maken voor de zoveelste keer duidelijk dat de ruimte een veelbelovend nieuw onderzoekgebied is dat in onze tijd wordt ontsloten. Het Europese Space Lab kan maar korte vluchten maken en dat alleen dankzij het Amerikaanse ruimtevliegtuig. Daarom wordt nu al in Frankrijk gewerkt aan een kleine shuttle en zijn de plannen voor een eigen Europees ruimtestation goedgekeurd. Dat ruimtestation, Columbus genaamd, moet in 1995 een feit zijn. Nog voor het einde van deze eeuw zal Europa ook wat de bemande ruimtevaart betreft dus onafhankelijk zijn van de Amerikanen. In dat kader kunnen ook de Nederlandse wetenschap en industrie een belangrijke rol spelen, zoals ze dat zonder twijfel ook tijdens deze missie hebben gedaan. Eén ding is duidelijk, ook voor Europa is de weg naar de ruimte definitief ontsloten. Tot zover onze samenvatting van de vlucht van Wubbo Ockels, die hier in Duitsland der Vliegende Holländer wordt genoemd. Morgenavond komen we bij u terug met een rechtstreekse reportage van de landing om 6:50 op Nederland 2. Nog eens even kijken op de vluchtkaart. U ziet de shuttle links in beeld. Hij koerst op Zuid-Amerika af. Het zwarte deel, dat is het stuk van de aarde waar het op dit moment nacht is. En daarin ligt ook Europa, daarbovenaan, met Nederland. Wel, om 5:19, morgen, en dat is interessant voor u wellicht, zal de shuttle voor de allerlaatste keer te zien zijn, omdat hij kort daarna zijn remraketten zal afvuren boven Nederland in zuidwestelijke richting op een hoogte van gemiddeld 40 graden. En ruim een uur daarna zal hij alweer aan de grond staan. Ik zeg u heel hartelijk dank voor het kijken en hopelijk tot morgenavond.